Dames en heren, wij staan in de leefschool De Klare Bron, al waar ik zelf lesgeef in het zesde leerjaar. Ik ben geflankeerd door twee fantastische mensen die ons bijgestaan hebben in een heel mooi project rond erfgoed. En dat is een creatief, fantastisch, memorabel project geworden. Dames en heren, wij staan hier op De Klare Bron. Ikzelf ben meester Koen van het zesde leerjaar en ik sta hier met drie fantastische kinderen van het zesde leerjaar die net de generale repetitie achter de rug hebben. En zij hebben een liedje gezongen over... de Sint-Pieterskerk. Waarom een liedje over de Sint-Pieterskerk, Adriaan? Omdat die toren drie keer hoger moest zijn dan dat hij uiteindelijk is geworden. Oké, dus die toren is eigenlijk een beetje mislukt. Misschien vandaar de titel van het lied, namelijk... De loser van het land. De loser van het land. Ik wou de grootste zijn, jij wou de grootste zijn. Maar nu ben ik veel te klein, maar nu is zij veel te klein. En dat is zo hard geworden, ik ben zo fijn. Op het plan is dat ik nog naar de hemel moet rijden. Dat is een naam waar we niet aan mij hebben bekijkt. Dat is dat de taal die tegen mijn verhuren te zijn. Clara en Nicky gaan even een kleine quiz doen over erfgoed in Leuven. Namelijk over standbeelden in Leuven. Clara, we gaan standbeelden opsommen. Begin met het eerste standbeeld dat je kent. De Vieren Margriet. Vieren Margriet, check. Stress. Clara, jij bent gewonnen. Jij mag verder gaan met het opsommen. De luchtballon. De luchtballon, oké, 1-1. De kever. De kotmadam. De bakker. De bakker, Dolf de bakker. Nu, dames en heren, dit ging zo ongelooflijk vlot voor een reden. De kinderen hebben daar namelijk een liedje over gemaakt en zij gaan nu een strofe zingen. Go, Clara. Ik weet niet hoe het gaat. Hoe gaat dat liedje? Dames en heren, wij zitten bij een ander groepje en aan de kerel naast mij te zien, namelijk Ries de Zitteren, gaat hun lied over het zonnestelsel. Klopt dat, Ries? Nee, het gaat eigenlijk over het Sint Maartensdal. Dus wij dachten, de toren van Sint Maartensdal lijkt een beetje op een raket. En dan dachten wij, een raket vliegt naar Mars. Ga jij daar ook een dansje in doen in jouw prachtig kostuum? Half. Laten zien. Hier zijn we nog altijd in leefschool De Klare Bron in Heverlee, waar zes fantastische kinderen op een rijtje staan, omdat zij samen een lied zingen, getiteld... Begijnen versus Vikings. Begijnen versus Vikings. Paulien, kunt jij mij uitleggen wat begijnen en Vikingen met elkaar te maken hebben? Wel, dus meer dan 1000 jaar geleden hebben de Vikings het... Europa aangevallen in België, in Leuven, in het Begijnenhof. En een tijdje geleden woonden daar de Begijnen. En daarom noemt het dus Vikings versus Begijnen. Oké, dus als ik het goed snap, is het een soort van tijdreis tussen de Vikingtijd en de Begijnentijd. En die komen elkaar tegen in een lied. Is er een boodschap in dat lied, Paulien?
Ja, zeker, dat de vrouwen aan de macht staan. Zou het kunnen zijn dat ik het einde dan al ken? Krijgen de vikingen op hun kop, Sil? Ja, eigenlijk wel. Oei, maar jij ziet er wel beeldig uit, Otto. Een geboren viking. Otto, kijk je uit naar de voorstelling deze namiddag? Ja. Ben je een beetje nerveus? Ja, heel. En dan komt nog de grote voorstelling deze avond. Ja. Kent je tekst van buiten? Ja. Gaan we één ding laten horen? Misschien even iets zingen? Van je 3, 2, 1. Van je 3, 2, 1. Wij zijn de vikings en we zijn hier aanbeland. Allemaal aan de kant. Allemaal aan de kant. Wij zijn de vikings en we zijn hier aanbeland. Leuven is van ons. In dit project komt er heel veel samen, namelijk geschiedenis. Ze gaan graven in de geschiedenis van hun gemeente. Nederlands natuurlijk, we zijn met taal bezig, we zijn op creatieve wijze met taal bezig. Het muzische komt daarbij, het durven op de planken staan en iets muzisch durven tonen. Het sociale, leren samenwerken. Dus in dit project komt gewoon heel veel samen en dat vind ik er schoon aan. Dat is serieus vakoverschrijdend en toch wel relevant. Het is toch fijn dat ze ook iets meer weten over de plek waar ze wonen. En als ze dat op creatieve wijze kunnen verwerken, hè, gaan ze dat nooit meer vergeten. Ze gaan nooit meer vergeten dat de Leuvenaars koeienschieters zijn. Hadden ze dat ergens in een boek gelezen, in een handboek, dan waren die dat een paar maanden later al kwijt. Maar nu hebben ze dat doorleefd, gebracht op het podium. En dat is het verschil. Sam is de koe van dienst vandaag. Sam, kan jij mij uitleggen waarom jij in een koe verkleed bent? Omdat ons lied gaat over de koeienschieters. De koeienschieters? Wat is dat? Dat is de bijnaam van de Leuvenaars. Was de bijnaam van de Leuvenaars niet de Petermannen van de Sint-Pieterskerk? Dat is één van de twee, maar de koeienschieters is de andere. Klaas, leg mij uit, hoe komen de Leuvenaars aan de naam koeienschieters? Dus het was op een nacht en alle wachters stonden klaar. En ze zagen witte broeken. En dat zijn de Fransen, dus ze dachten, dat zijn de Fransen. Dus toen schoten ze er maar op los. Maar blijkbaar de volgende ochtend waren het gewoon superveel koeien. En hadden ze dus met hun slimme hoofden op koeien geschoten in plaats van op de Fransen. En vandaar de koeienschieters. En daar hebben jullie een liedje over gemaakt. Ik zou zeggen van je 3, 2, 1, let's go! Onze zee zagen.
superleuk. Echt mega creatief gedaan van die kinderen. En ook nog dingen bijgeleerd over Leuven, want ik ben zelf niet van Leuven. En dus ja, nog dingen bijgeleerd. Heel charmant en spontaan. En je voelt, het is hun laatste jaar ook, hè, dus er hangt ook een beetje al een nostalgische sfeerje wat wel rijmt met dat erfgoedidee, vind ik. Wat ik heel tof vond, is de combinatie van iets creatiefs met toch ook iets educatiefs. Wat eigenlijk de Klare Bron voor staat. En dat vind ik eigenlijk nog altijd een mooie, ja, iets wat ze meekrijgen voor het leven. Ze gaan nooit vergeten wat de bijnaam is van een Leuvenaar. Ik wist het niet, dus sinds vandaag waarschijnlijk wel, want het zit in mijn hoofd. En het is gewoon leuk om de kinderen zo enthousiast en creatief bezig te zien. En ze hebben daar zelf ook heel veel uit geleerd, uit dat project, heb ik gezien via mijn zoon. Ik heb er enorm van genoten. Ik heb er zelfs heel hard mee moeten lachen. Het was heel fijn om te zien hoe de kinderen er zelf in opgingen. En voilà, voor herhaling vatbaar. Ik wil nog eens terugkomen. Ik zou zeggen, bis...